push it. Vol te houden. Ja, ik loop met een kuitblessure dus. Oeh, dat is lastig. Op zich is het wel goed vol te houden, maar het lopen niet. Oké, en de warmte? Al langdurige blessure dus. Oh, oké. Dus ga heel voorzichtig naar de kinderen. Succes. Heel veel bedankt. Ja. Welke afstand loop je? Wat zeg je? Welke afstand loop je? Ik loop 5. Oké.
en het schoen vol te houden. Ja hoor, een beetje warm. Hoe gaat het? Pittig. Pittig, laatste loodjes hè. Welke afstand hebt u gedaan? 1/8. 1/8. Ja. Hoe gaat het? Best wel vermoeiend dit hoor. Ja. Ik weet niet of ik het nog een keer ga doen. Ik wil de eerste en de laatste. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ja. Is het meegevallen? Ja, eigenlijk wel. Oké, okay, welke afstand loop je? Na een 8e. Ja. Nou, dus, laatste loop. Ja, precies. Ik ben er bijna. Mijn lichaam heeft een lagere snelheid dan mijn conditie, dus... Oké. Dit stukje lukt nog wel, dankjewel. Het laatste stukje. En dat wordt waarschijnlijk een dubbel pak voorlopig van René van Heijden. Dat is wel de man vandaag. Wow. Heel goed sluit. Kijk naar de tweede man is gegaan. De derde man welkom op de 1/8 afstand. Ik zou niet te lang blijven liggen, maar goed. Met, de eerste dame is aan. Maatje van Gestel, jawel. Ja, maar ik pak hier staan. Dan gaan we de derde. Ja, wat is het? Laatste loodjes, hè? Nou, mijn eerste rondje pas. Oh, eerste rondje. Ik ben de halve aan het doen. Oh, de halve. Ik heb nog een paar loodjes. Ja, dat doet het wel even. Hey, veel succes. Dankjewel. Hoe gaat het? Goed. Ja? Laatste loodjes of moet je een keer terug? Ik ga twee rondjes hierna doen. Hoe gaat het? Het is warm, maar ja, het gaat toch wel. Oké. Okay. Welke afstand doet het? De halve. De halve. Oh, dan heb je een stukje te gaan. Nog 7 kilometer, dan ben ik er. Oké, okay, even succes zelf. Ja, dankjewel. Ja. Hoe gaat het? Zwaar. Welke afstand doet u? Half. Moet je nog één rondje hier in de avond is het laatste? Nee. Twee. Nog twee. Thank you.
Ja, het laatste stukje was even doorbijten, maar best tevreden. De meeste 18-jarigen die houden het een beetje bij sprinten, triathlons. Jij denkt, huppakee, gelijk die halve. Ja, ik vind die sprinten, dat is niks. Dat is te kort voor jou, hè? Je bent niet vooruit. Nee, nou ja, het is gewoon te kort voor mij. Ik ben hier gewoon beter in, dus ik vind het wel leuker. Ja, ja. Hoe gaat het zwemmen af? Steeds beter. Ik was er een half jaar mee bezig natuurlijk, maar het gaat steeds harder en ik vind het gewoon heel leuk om te doen, dus niet slecht. En de overgangen, dat ging goed vandaag? Het zwemmen een beetje krampen, dus ik kwam bijna de bronnen niet op, maar daarna met fietsen gewoon tempo kunnen pakken, dus dat was prima. Ja. Ik kan me voorstellen dat je echt een switch gaat maken vanuit de fietsen naar die triathlon toe. Maar die switch is al wel gemaakt. Ja. Het was spannend met de vrouwen. Ja, het was ook dat ik twee ingaan. Ja, en dat tweede uitloop begon. Tweede of derde? Ja. Ik ging het zwemmen. Het eerste overal, oké, dat was net ook al met de winnaar bij de mannen de eerste keer. En smaakt het nou meer? Ja, kom je beter tot je recht denken als het langer is of... Weet je, dat is een beetje uit. Je werkt in, hè? Ja, precies. Ja. Nou, dit heb je op zak, dames en heren. Minister van Buiten, de winnaar is. We zien Aurelia Sapper, de nummer 2 van vandaag. Ik ben hier in de... 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 Ik ben hier in de